Zetbizee, vandaag spelend in blauw-wit, zet meteen veel druk op de goal van Sleen. Hier een schot van Jalving, op dit moment nog zijn vizier eventjes te hoog. Dan de hoekschop van Ruud Jalving, 18 in de 16 meter. Jos Naber, hij viert vandaag zijn 28e verjaardag. Na 11 minuten scoort hij 0-1. Dan een vrije trap voor Sleen via Koen Veijen. De kopbal is van Ezra Philips, rakelings naast. Sleen kwam sporadisch voor de goal van ZBC. Hier Jasper Ruinemans, ja, wint dat duel. Paasje op Pellebos, 18 jaar oud. Talentvolle speler van Sleen over de goal van doelman Thomas Kamman van ZBC. Dan weer Jalving. Paasje door het midden op Wilfried Kuipers. Ja, een heel beheerst scoort Kuipers na 27 minuten 0-2 voor ZBC. Dan weer Jalving. Ontdoet zich heel goed van zijn directe tegenstander. Michiel Hofman op Wilfried Kuipers. Ja, dat betekent zijn tweede goal na ruim een half uur spelen. En dat is meteen ook de ruststand. Kijken nog even in de herhaling. Buitenkant voetje van Jalving. Prachtig aangespeeld op Michiel Hofman. Keurig uitgespeeld deze goal van ZBC. Vraag is natuurlijk, wat kan Sleen nog in die tweede helft? Ruim een halve minuut gespeeld in die tweede helft. Daar wordt dan Wilfried Kuipers goed weggestuurd. Ja, 0-4. En dat betekent natuurlijk ook eigenlijk einde wedstrijd. Maar gaat ZBC door of gaat men het zakelijk uitspelen? Sander Woppenkamp met een verre trap richting Jasper Ruinemans. Ja, en hier zie je toch duidelijk het verschil tussen de spitsen van ZBC en Sleen. Alhoewel, nu wordt die Pellebos diep gestuurd. Ik heb het al gezegd, 18-jarige jongen, overgekomen vandaan junioren. Maar zijn schot wordt hier geblokt. Een van de sporadische mogelijkheden voor Sleen in die tweede speelhelft. Dan weer ZBC. Heel diep weggespeeld Ruud Jalving. Komt dan rechts in de 16 meter. Draait dan voor zijn linkervoetje. Ja, en dat kan hij wel. Heel goed uitgespeeld zijn directe tegenstander. En keurig over doelman Chris Ludwig heen. Stand 0-5. We zien er nog eens een keer in de vertraging. Hij kan het wel met zijn rechtervoet. Maar draait toch naar zijn linker die wat beter is. Daarom 0-5. Opnieuw weer Jalving met deze hoekschop. Lars Stadman. Ruud Jalving draait dan naar binnen toe. En met een geweldige curve is na ruim 15 minuten spelen in de tweede speelhelft 0-6 voor ZBC. Ja, en dan vraag je af, is de koek dan al op? Daar gaat Jalving weer. Gaat de 16 meter binnen. Keurig paasje op Michiel Hofman. En hij maakt daar 0-7. Een zevenklapper dus op dit moment al voor ZBC. Maar dan, de solo van Jalving. Gaat door het centrum. Is niet zelfzuchtig. Michiel Hofman, goal nummer 8. Nee, buitenspel, zegt de scheidsrechter. Daar had ik mijn twijfels. Dan de laatste mogelijkheid voor Sleen. Jasper Ruinemans. Draait weg van zijn tegenstander. Redding van ZBC-doelman Thomas Kamman. En het blijft dus 0-7. Ik denk dat er duidelijk een stuk kwaliteitsverschil in zat. Met name de aanvalskracht van ZBC heeft ons genekt. Wij missen wat kwaliteit in het team over het algemeen. Missen een aantal spelers mag geen excuus zijn. Maar ik denk dat wij voetballend er niet uit konden komen. En onze spitsen niet konden bereiken. Waardoor ZBC ook gelijk druk kon zetten. En ons, we eigenlijk geen schijn van kans hadden. Ik denk dat we vandaag wel heel effectief waren. We creëerden ook heel wat kansen. Maar de eerste kansen gingen er gelijk in. Waardoor je toch op een 3-0 voorsprong komt met de rust. Ja, en dan weet je dat je een eind heen bent. Maar de wedstrijd is nooit gespeeld. En je weet dat Sleen nog één keer gaat komen. Alleen volgens mij 1 of 2 minuten na rust was de 4-0. Ja, dan breekt er toch iets bij Sleen. Dan de uitslagen. Veendam 1894, 2-0, 2-1. Zwartemeerse Boys CSC 3-0. Sleen ZBC, u heeft dat gezien. Valtermond Wildervank 0-1. Ter Apel 96 SVV 04-1-4. En Raptem Bargres 0-1. Dan naar de stand. SVV 04 koploper. 4 wedstrijden 10 punten. Maar de volle buit is er voor Bargres. 3 wedstrijden 9 punten.
ZBC op een derde plaats, 4 wedstrijden, 9 punten. Sleens zien we terug op een 12e, 3 wedstrijden, 1 punt. En rode lantaarndrager Stadskanaal met 4 wedstrijden en 0 punten.